Honden en hamsters zijn voorbij. Welkom in de winkel van fantastische beesten. Zombies? Vampieren? Wat kies jij? Ik weet niet eens wie ik moet kiezen. De eenhoorn ziet er schattig uit. Ik heb altijd al een zombie gewild. Laten we haar mee naar huis nemen. Een zombie? Als je zeker bent. We hebben onze keuze gemaakt. We willen de zombie. Uitstekende keuze. Clementia en haar moeder hebben een watergevecht. En Clemmy is aan het winnen. Clemmy, laat mij ook schieten. Ha, hebbes. Stop, ik haat water. Ha? Wat? Vuil is beter. Kijk uit. Oh! Nee, ik hou niet van dit spel. Het belangrijkste is om de juiste hoek te vinden. Oeps, papa's golfbal sloeg. Clementia's oog eruit. Waar is de bal? Alsjeblieft, ik heb een tweede oog. Bedankt, Jochie. Clementia is in een opperbeste stemming. Het is haar verjaardag. Gelukkige verjaardag, liefje. Al deze ballonnen zijn voor jou. Wacht, je hebt een feestmuts nodig. En verjaardagballonnen. Oh, je arm. Hij vliegt weg. Grapje. Hilarisch. Laten we naar binnen gaan. Ik moet het gras maaien. Buitenwerk is zo ontspannend. Huh? Wat is er? Er zit iets in de weg. Een hand! Clementia, ben je in orde? Het spijt me, ik had je niet gezien. Auw, mijn rug. Het jeukt. Ik kan er niet bij. Oh, Clemmy. Wil je mijn rug krabben? Oh ja. Hoger. Dat is zo lekker. Dank je. Het kriebelt weer. Clemmy. Mowgli groeide op met de wolvenwelpen. Hihihi. En vader Wolf leerde hem zijn zaken en de betekenis van het ding in de jungle. Wat een grappig verhaal. Oké, ik zal een ander verhaaltje zoeken. Enge verhaaltjes voor het slapen gaan. De hongerige vampier viel zijn prooi aan. Hij was uitgehongerd. Maar die avond werd er knoflooksoep geserveerd als avondeten. Hij moest weer honger lijden. Ze viel in slaap. Eindelijk! Ik slaap nooit meer. Papa weet niet wat hij moet doen. Iedereen heeft het druk. Ik weet het. Schat, kijk eens naar mijn truc. Geen neus meer. Clementia. Je neus. Laat me het maken. Zo, dat is beter. Oef. Papa, geef me wat geld. Wacht even, Clemmy. Oh, sorry, ik heb geen geld. Jammer. Maar ik heb een idee. Clementia verandert haar kamer in een spookhuis. Bedankt voor het komen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Kom snel terug. Betalen. Wat is hier aan de hand? Hoe kom je aan dat geld? Clemmy, wat is er met je kamer gebeurd? Thank you.
Hallo? Mam? Mam? Je haar zou er mooi uitzien als het geborsteld was. Oké, mam. Huh? Wat is dit? Ah, gadver. Ik hoop dat ik alles heb. Ik ga vissen. Oh, mooi aas. Wacht, nog één. Dat is zo schattig. Deze ook. Vind je de rode mooi? Ik vind deze ook leuk. Laten we ze gaan passen. Oké, ik zal snel zijn. Ik kijk wel naar jurken. Clemmy, ik heb je hulp nodig. Ik kom eraan. Wat was dat? Ik neem dit. Eten, eten, eten. Hier is je lunch. Wat? Ik wil dit niet eten. Oh, vers eten. Gadver. Huh? Oeps, ik heb de borden verwisseld. Dit is voor jou en dit is voor jou. Huh? Wormen. Ik heb geen vork nodig. Dank je, schat. Clemencia, je hebt nieuwe kleren nodig. Deze oude vodden zijn niet goed. Denk je dat? Oké. Kijk, die jurk staat je prachtig. Oh nee, Clemmy. Meer gaten. Dat is nog mooier. Dat heeft geen zin. Hij slaapt vast. Hij zal mijn grap geweldig vinden. Ik verf hem gewoon hier en daar. En nu lijkt hij precies op mij. En ik kan zijn saaie hemd stijlvol maken. Perfect! Hij heeft alleen nog een grafsteen nodig. Dit gaat hilarisch worden. Justin, ben je oké? Ben je dood gegaan? Justin, wakker worden! Om verstoppertje te spelen, moet je je ogen dicht doen. Nee, je ogen! Maar eerst laten we uitzoeken wie er verstopt zit. Steen, papier, schaar! Oh, Clemmy. Oké, jij telt. Ik verstop me. 1, 2, 3. Klaar of niet? Hier kom ik. Ik heb je gevonden. Mijn beurt. 8, 9, 10. Clemmy, waar ben je? Ik kan haar niet vinden. Papa heeft overal gezocht. Ze is niet hier. De keuken? Niet onder de tafel. Ah, nee. Ik denk dat ik weet waar ze is. Hier is de begraafplaats. Clemencia, kom tevoorschijn. Ik heb je gevonden. Goed idee. Laten we nu naar huis gaan. We moeten haar terugbrengen naar de winkel. Nee, schat. We moeten haar houden. Nee, ik kan zo niet leven. Zombies horen niet in huis. Schatje, alsjeblieft. Ze is een deel van de familie. Kijk eens naar haar. Hoe kunnen we deze kleine engel in de steek laten? Goed, je hebt me overtuigd. We kunnen haar houden. Jee, laten we ook een eenhoorn adopteren. Vond je onze nieuwe video leuk? Reageer dan hieronder en vertel ons of je een vervolg wil over de eenhoorn en de zombie als broers en zussen.
En vergeet niet deze video een like te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen hilarische nieuwe video's van Troom Troom mist.